De afgelopen week heb ik maar liefst 2500 kilometer gereden met de auto achter mij, de BYD Han. Een full-size elektrische limousine die concurreert met auto's zoals bijvoorbeeld de Mercedes EQE of de op handen zijnde BMW i5. Maar denk wellicht ook aan een NIO ET5 of ET7. Hij zit er qua formaat een beetje tussen. De Han kost €69.990, is voorlopig leverbaar in 1 uitvoering en dat betekent alles dat je maar kan krijgen, zit erop. Inclusief een 86 kWh accupakket waarmee je 521 km kan rijden volgens de WLTP-testmethode. Hoe ver je er om te beginnen mee in de praktijk komt? Nou, ik heb er 2500 km mee gereden omdat ik naar de introductie ben geweest van de BYD Seal op de Oostenrijkse grens in de buurt van Salzburg. En ik haalde gemakkelijk 450 km op de Duitse autobaan. Weliswaar met maximaal 115 à 120 km per uur, want dan kom je naar mijn mening verder dan heel de tijd doorjakkeren en meer laden. Want het laden is niet het sterkste punt van de BYD Han. Maximaal 6,6 kW, één fase en dat betekent in de praktijk de helft van het vermogen aan een openbare laadpaal. Aangezien de hele sterke 22 kW palen met 3x 35 ampère, die zijn niet al te voorradig in Nederland. Dus in de praktijk 0 tot 100% al snel 30 uur en dat is gewoon eigenlijk heel vervelend. Dat moet echt geüpdate worden door BYD. Hopelijk zit er dan ook een update aan te komen op dat vlak. Voor wat betreft het snelladen in de praktijk maximaal 120 kW. En hij houdt die laadcurve wel heel lang vast. En dat betekent een opgeladen accupakket van 10 naar 80 à 90% in ongeveer 40 à 45 minuten. Ik merkte wel op dat de auto bij 96% state of charge nog steeds aan het laden was met dik 45 kW. En dat is behoorlijk hoog. En dat toont wel aan dat BYD op dat vlak wel een keurig laadvermogen laat zien, want ze houden dus dat piekvermogen heel erg lang vast. Kijken we naar het interieur van de BYD Han. Ja, zeer comfortabel en als je het mij vraagt ook erg origineel vormgegeven. Dit is echt een ontzettend fraaie cabine om in te vertoeven. De Han beschikt, zoals ik al zei, over alle comfort die je maar kan wensen vandaag de dag. Inclusief een heel groot multimedia navigatiesysteem hier in het midden. Dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Atto 3, de Dolphin of de Seal niet kan draaien. Het is dus altijd horizontaal geplaatst. Maar dat geeft niks, want het werkt gewoon heel erg fijn. Het is snel, de interface is overzichtelijk als je het mij vraagt en tal van noviteiten als ingebouwd Spotify met Barbie Girl op dit moment, want ik denk dat de ingelogde gebruiker van andere muziek houdt dan ik doe. Zorg er ook gewoon voor dat je op dat vlak gewoon echt connected bent met de buitenwereld. Je krijgt echt een moderne elektrische auto-ervaring op dit vlak. Navigatiesysteem werkt razendsnel, heel overzichtelijk. Laat je ook alle de actuele status zien van alle snelladers op jouw route of om jou heen. Maar het is niet zo dat hij mogelijk is of in staat is om een route uit te plannen via snelladers. Dat zal je dus handmatig moeten doen. Desalniettemin, ik vind het echt een heel erg fijn en snel werkend systeem. En ook ja, alle instellingen zijn zo gevonden. Wat je dus bijvoorbeeld ook kan fine-tunen zijn alle veiligheidssystemen. Doet dat ook, want sommige werken bloedirritant. Instellingen voertuig is het bijvoorbeeld ook leuk om te zien dat je de actieve ophanging van de auto kan je in sport zetten of in comfort, stuurhulp, comfort of sport. Wijzen van remhulp, dus je kan zelfs de remdruk aanpassen. Licht en omgeving, multicolor interieurverlichting zoals je kan zien. Je kan het in- en uitschakelen voor dat het meedanst op het ritme van de muziek. Head-up display zit erop en aan. Externe achteruitkijkspiegels, automatisch dichtklappen, draaien bij achteruitrijden. Zetelbegroeting, dus de stoel gaat een beetje van het stuur af op het moment dat je uitstapt. Gaat weer naar het stuur toe op het moment dat je weer instapt. Zit er allemaal op en aan, je kan het allemaal configureren. Wat ik ook wel leuk vond was de pre-crash veiligheidsgordel. Dat betekent op het moment dat je de gordel aantrekt, dan spant hij hem even aan. Airco, ventilatorsnelheid verlagen tijdens gesprekken. Erg fijn, dat doet BYD in de Atto 3 bijvoorbeeld dus ook. En op het moment dat je dus gaat bellen, wordt de ventilatorsnelheid een klein beetje gedempt, zodat je daar geen last van hebt tijdens het bellen. Ja, je ziet, alles kan je configureren. Status, voertuig, ADAS, systeeminstellingen.
echt een ontzettend fijn, maar bovenal erg snel werkend systeem. Ik ben hier echt een fan van. Diverse snelkoppelingen vind je hier ook nog op de middentunnel. Voor het snel inschakelen van de climate control bijvoorbeeld. Vooruitontwaseming. Uitschakelen van het ESP-systeem. Waarom je dat zou doen, zou het niet weten. Regeneratief remmen. One-pedal driving is jammer genoeg niet mogelijk. Maar je kan wel de mate van regeneratief remmen aanpassen. Rijmodus selector voor, even kijken, eco, sport en normaal. En we zien natuurlijk de gevarenlichten en de volumeknop. We hebben hier nog een opbergvak met een draadloze telefoonlader, USB-A en een USB-C aansluiting en twee bekerhouders. Ook treffen we hier nog een draadloze telefoonlader aan. Oh nee, dat is een opbergvak. Dit is de draadloze telefoonlader. En we hebben nog een groot middenarmsteun met daaronder een opbergvak. Ja, en nogmaals, de afwerking van het geheel. Mooi dit leder hier aan de zijkant. Mooie kunststoffen, mooi hoogwaardig tapijt. Contrasterend stiksel. Ik vind het allemaal heel erg fraai gedaan. Het enige dat ik iets minder fraai vind, dat is dit kunststofstukje hier vooraan. Dat aan de onderkant van de voorruit loopt. Dat oogt goedkoop. Dat zie je ook dat het keihard plastic is. En dat vind ik niet zo netjes. Ook zie je wel dat bijvoorbeeld deze kieren zijn eigenlijk net iets te grof. DIN Audio Premium Audio Systeem klinkt heel erg goed, klinkt zuiver, krachtig, net even iets te bombastisch naar mijn smaak. Maar goed, jij kan hier misschien wel van houden. Wat ik ook fijn vond, dit vakje hier voor het opbergen van bijvoorbeeld mijn afstandsbediening voor de parkeergarage. Ja, interieurtechnisch die BYD Han, dik voor elkaar en ook zeker dankzij dit standaard aanwezige grote panoramische schuifkantendak. Het rijden met de BYD Han... zeer comfortabel. Het is een hele fijne reisauto op het vlak van onderstelafstemming. Zeker als je de adaptieve dempers dus in comfort zet, verwerkt hij elk riggeltje, elke oneffenheid erg kundig en heel verfijnd. Drempels bijvoorbeeld, daar deint hij echt heel erg fijn overheen, zonder te lang na te deinen. En dat is een hele fijne afstelling. Sterker nog, op sommige vlakken vind ik de Han zelfs comfortabeler uit de hoek komen dan een BMW i7. En daar kan je zo ongeveer 3 keer een Han van kopen voor dat geld. Dus dat heeft BYD erg goed voor elkaar. Maar wat ze heel erg goed voor elkaar hebben, ik zal de spraakassistent eventjes het zwijgen opleggen. Dat is met name de geluidsisolatie. Want dit is by far een van de stilste auto's die ik ooit heb gereden. En ik heb vorige week nog gereden met de BMW i7. En deze Han die komt soms wel eens in de buurt. Ik vaar hem ook als stiller dan bijvoorbeeld de NIO ET7. Komt er onder andere dubbel gelamineerd glas, een geluidswerende voorruit, maar ook heel veel isolatie in de bodem van de auto, in de wielkast, het afrolgeluid dat goed wordt gedempt. Het is een bijzonder stille auto. Sterker nog, ik reed op een gegeven moment door ontzettend slecht weer in de buurt van München op de autobaan, 120 km per uur. Ja, echt ongekend. Ik pakte toen de geluidsmeter erbij en ik zag toen 63 decibel. Om het dan eventjes in een perspectief te plaatsen. De BMW i7 presteerde op de snelweg bij 100 km per uur in Nederland bijna eenzelfde resultaat. Ook rond de 63 decibel. Dus dan kan je wel zien dat de BYD Han erg stil is. Want zeker bij 120 km per uur op de autobaan in de regen is dat een zeer lage score. Dus op dat vlak is het ook een zeer premium waardige, comfortabele, hoogwaardig afgewerkte auto. Tel daar nog eens bij op dat het ook een zeer ruime auto is met 5 of 4 zeer riante zitplaatsen. Multimedia bediening daar in de armsteun die je kan neerklappen. Beenruimte waarin je haast verzuipt, zullen we maar zeggen. Ja, het is een zeer compleet pakket. Het enige waar ik wat minder over te spreken ben, dat is het zitcomfort van de stoelen. Over het algemeen zitten ze goed. Ze zijn prima gevormd. Het zitvlak is ook vrij lang. Je kan hem goed verstellen voor de bestuurder. Maar de zitting... daar begon ik mij wel een klein beetje aan te ergeren toen ik de 500 kilometer grens passeerde. Ik begon een beetje door te zitten en ik merkte ook echt op dat ik de zithoek een beetje begon aan te passen uiteindelijk. Maar goed, dat is ook echt het enige ook, want voor de rest zeer fijne metgezel die BYD Han. En dan is het zeker geen goedkope auto, maar in vergelijking met de concurrentie, denk ook zeker weer aan een ET5, ET7, is die zowaar wel heel voordelig. Zeker ook als we gaan kijken naar de prestaties van de auto, want een 0 tot 100 tijd in 3,9 seconden, dik 500 pk vermogen, is niets om je voor te schamen in dit segment. Ook zeker niet als we gaan kijken naar die mooie blade battery techniek, de duurzamere, iets duurzamere 11LFP accu en de range van dus gemakkelijk dik 400 of zelfs 450 kilometer op een volle acculading. Die BYD Han, die heeft mij echt vermaakt de afgelopen testweek.